Goedemorgen. Ik weet dat ik er op dit moment niet uitzie, dus negeer dat eventjes. Maar dit is de eerste vlog van 3. Eigenlijk was het idee dat het 2 video's werden, maar het worden er 3. Dat was namelijk, we waren al vrij. En we hadden zoiets van, waarom gaan we niet eerder? Nu moet ik wel zeggen, het probleem was dat we geen kaartjes meer konden reserveren met ons abonnement voor het park. Maar, voordat je deze video wegklikt, we gaan wel allemaal Disney dingen doen, als dat logisch klinkt. Want we hebben besloten een dagje eerder te gaan. En ik dacht, dit is ook wel heel erg leuk om te vloggen, want we verblijven in een partnerhotel van Disney een nachtje. En ik denk dat het heel leuk is om dat ook even in beeld te brengen, want op die manier, als je zo'n hotel zeg maar neemt, kan je een stuk voordeliger naar Disney, terwijl het wel zeg maar aan de rand van Disneyland ligt. Dus daar straks meer over wanneer we naar het hotel gaan natuurlijk. Verder gaan we een dagje gewoon lekker Parijs doen. 'S Avonds gaan we naar Disney Village en gaan we eten in het Rainforest restaurant. Dus het wordt wel een Disney-achtige dag, want in Parijs wil ik heel graag naar de grote Sephora natuurlijk. Dus daar ga ik heen en ik wil graag naar de Disney winkel. Daar ben ik 1 keer eerder geweest. In Parijs. En die is heel erg groot. Heel erg mooi. Nu moet ik wel zeggen, hun hebben er altijd een beetje een hekel aan als je daar filmt. Dus dat moet ik een beetje sneaky doen. Want ik wil het wel heel graag aan jullie laten zien. Sowieso een aanrader. Dus het wordt wel echt een Disney vlog. Maar we gaan niet daadwerkelijk het park in, als het logisch klinkt. Maar jullie krijgen wel Disney Village, Rainforest, naar de Disney Store. En ik ga een budget optie hotel laten zien aan jullie. We zijn er zelf ook nog nooit geweest. Dus ik ga het gewoon voor jullie vastleggen, vloggen. Nadat we daar hebben verbleven, hebben we nog 3 dagen gewoon in het park, in Disneyland. Verblijven we in Disney Newport Bay Hotel. Dus dat ga ik natuurlijk ook allemaal vloggen. Maar het worden er dit keer 3. Daardoor, omdat we eerder gaan. En het leek me wel heel leuk om al, zeg maar, ja, deze dag ook te vloggen. Dus dat is wat ik ga doen. We gaan echt heel erg vroeg weg straks. We gaan om, volgens mij, 4 uur 's ochtends is het plan. Gaan we wegrijden. Zodat we dus nog gewoon echt een hele dag besteding hebben. Want komen we om 9 uur 's ochtends ongeveer aan. Dus dan kunnen we nog lekker veel dingetjes gaan doen. Dus ja, ik hoop dat jullie er zin in hebben. Voordat ik het ga vergeten, vergeet vooral niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Is maar 1 druk op die rode knop. Is helemaal gratis. En als je dat belletje ernaast aanklikt, weet je dat je geen enkele video van mij hoeft te missen in de toekomst. En dan hoop ik dat jullie zin hebben in alle Disney content. Er komen dus 3 vlogs eerst aan. Er komt een shop met mij aan in Disneyland. Die ben ik van plan om te filmen. Een shoplog waarschijnlijk. Neem aan van wel, mij kennende. Een Disneyland algemene video tips video komt eraan. En over alle abonnementen opties. Want daar krijg ik zoveel vragen over. Heb ik helemaal voor jullie uitgezocht. Dus die video komt ook binnenkort aan. Dus lekker veel Disney content in elk geval. Dus ja, ik ga nu stoppen met ratelen. En dan zie ik jullie vannacht. Wanneer ik waarschijnlijk heel erg moe ben. Dus dan praat ik niet. Vandaar dat ik het nu al even film. En ik moet straks mijn haar wassen. En de koffers zijn al ingepakt. Dus we kunnen gewoon gelijk 's ochtends gaan. Waar ik heel veel zin in heb. Vergeet ik nog iets? Ik heb geen idee. In elk geval, ik ga jullie meenemen. Ik heb er zoveel zin in. Ik ben echt toe aan vakantie. Alles van het lijstje zit erin. Veel oortjes zoals je kan zien. Ik ga die wel gewoon door de vlogs met jullie bespreken. De vorige keer met de vlogs had ik eerst alle oortjes laten zien die ik ging dragen en zo. Maar ik zal wel, ik heb echt outfits gesteld bijpassend met oortjes. Dus die gaan jullie gewoon door de vlogs heen zien. Maar alles zit er nu in, behalve telefoonlader en allemaal zulke soort dingen. Die ga ik vannacht natuurlijk nog gebruiken. En ja, dan gaan we bijna op weg naar Disney. Hallo, goedemorgen. Ik heb ondertussen even al wat tijd gehad om een beetje wakker te worden. Mijn hoofd is nog steeds met jou puffy van de slaap. In elk geval, we zijn op onze... Ik ben super enthousiast. En ik weet niet hoe, want ik heb echt maar 2 uur geslapen. Ik was zeg maar, ik lag in bed. Weet je wel dat je dan denkt van, ik moet slapen. Want anders heb ik geen slaap. En dan vervolgens blijf je alleen maar wakker omdat je dat denkt. Dat had ik de hele tijd. Maar in elk geval, ik ga straks wel gewoon slapen in de auto. Maar we zijn nu bij het tankstation aangekomen. Zoals altijd in deze vlog. Want Luc gaat even broodjes halen, wat te drinken. Gaan we even hier in de auto ontbijten. En dan kan ik mijn reismedicatie nemen met drinken en eten, zeg maar. Dat mag niet op lege maag. En van die reismedicatie word ik altijd moe en val ik uiteindelijk in slaap. Dus ja, ik moet zeggen trouwens, de navigatie gaf aan dat het maar 4,5 uur is.
Nu rijden we dus direct naar het B&B Hotel. Dat is een partnerhotel. Je hebt zeg maar, Disney is een cirkel op de kaart als je Disneyland opzoekt. Dus niet het daadwerkelijke park, maar de grond van Disney. En je hebt partnerhotels die net aan die rand liggen. En die zijn een stuk voordeliger, maar daar heb je ook shuttlebussen en allemaal zulke soort dingen. Maar zijn gewoon veel, veel betaalbaarder. Dus we hebben één nachtje bij het B&B Hotel. Dus ik ga dat natuurlijk uitvoeren. Gaan jullie zo laten zien. Want ik denk dat het zeker interessant is als je een keertje naar Disney wil, maar je wil niet het geld uitgeven aan een Disney hotel. Partner hotel is een goede optie. Ook shuttlebussen en ja, echt de helft van de prijs. Maar ja, ik ga nu mijn mond houden. Want ik ben aan het ratelen omdat ik moe ben. Luc gaat even een broodje halen. En dan gaan we 4,5 uur, gaf hij aan, rijden. Wat heel netjes is. Normaal gesproken zegt hij 5. Maar ik denk dat het komt omdat het nu zo vroeg is. Dit is wel het vroegst volgens mij tot dusver dat we zijn vertrokken naar Disney. Ook al gaan we officieel... Ja, we gaan naar Disney Village. En we gaan op de grond zijn. Maar ik heb er echt super veel zin in. Ik heb ook zin om naar Parijs te gaan. Naar de Disney Store daar zo. En naar Sephora heb ik mega naar uitgekeken. Dus voor jullie gaat waarschijnlijk dit volgende gedeelte echt 10 seconden duren. Maar voor ons 4,5 uur. Jump into the car on a Friday night. I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town. I've never seen a sky so blue. We don't ever play it and the night is young. It doesn't matter what we do. There ain't nobody like. There ain't nobody like. You look so beautiful. We zijn aangekomen. We gaan dus wel zo direct door. We gaan nu eerst even onze koffers inchecken. Dat kunnen we hier zo achterlaten als het goed is. Maar pas vanaf 3 uur dan is onze kamer beschikbaar. Dus dan ga ik jullie echt meenemen helemaal in het hotel. Maar dat is nu nog niet. Dus we gaan eerst even de koffers afgeven. En daarna gaan we weer rijden naar het park. Gaan we daar parkeren. En daar zo vanaf daar gaan we de trein nemen naar Parijs. Dus dat is het plan. Nu de koffers daar brengen. Oké, ging minder soepel dan verwacht. De bagage moest je contant voor betalen hier. Ik denk dat dat mede omdat het een budgethotel is, dat zulke dingetjes je voor moet betalen, dat het niet gratis is. Ja, we doen nu de koffers weer terug in de auto. En we gaan hem even zo een beetje slim parkeren, dat hopelijk niemand het ziet. Alleen, het is niet zo chill. Ik voel me er niet zo chill bij. Maar dan gaan we dus wel met de shuttlebus Disney Centraal, zeg maar, station naartoe. We hebben nu 2 bussen al zien vertrekken en het zit iedere keer helemaal vol. Maar ze gaan wel hier om 10 minuten ook. Dus dat is wel heel erg netjes. Horrible. Horrible. Oh, alles doet pijn. Oké, deze stopt dus bij meerdere van die partnerhotels. Helemaal vol. Oh mijn god. Ik ben wel blij dat we niet hier de komende dagen zitten. Dat was echt niet normaal. Maar hier zo arriveer je dus in alle bussen van de hotels. Die kant op is Disneyland en wij gaan deze kant op. En daar is zo de trein, metrostation. En dan gaan we... Hoe lang moesten we in de ding zitten? Met 3 kwartier. 3 kwartier, zeg Luc. Dus dat gaan we nu doen. We zijn gearriveerd. Is dit dan de Arc de Triomphe? Zeker. Nou, als het goed is, is 5 minuutjes lopen naar waar we heen willen. Het duurt nog best lang met de trein, maar we zijn gearriveerd. Het is wel mooie lucht zo, helemaal blauw. We hebben allebei heel erg honger, dus we gaan naar de McDonald's, lekker verkeerd. We moeten eigenlijk een croissant. Oh, je kan Nederlands. Dus we gaan heel even lekker een Mackey en daarna door naar de winkels. Hoe schattig is dit van McDonald's? Een klein tentje. Dan mag je dus eten als je hebt besteld. Wat we hebben gedaan. Zijn we dan bij de Sephora. Deze is echt super, super groot. En dit is ook een van de weinige die Natasha Denona en allemaal zulke soort merken heeft. Dus als je naar Parijs gaat en je wilt heel graag
Natasha Denona en al die merken die wat moeilijker aan te komen zijn van tevoren. Dit zit dus in die straat van de Arc de Triomphe. Dus dan weet je waar het zit. En hier zo vlakbij, als het goed is, als we een stukje verder lopen, is straks de Disney winkel. Maar we gaan nu eerst naar de Sephora. Goed geslaagd, maar het is op dit moment ook heel druk, maar ik heb echt een hele tas vol. En daar komt dan binnenkort een shoplog van, dus ik ga het ook verder niet aan jullie laten zien. Ik heb een beetje in de winkel laten zien. Was wel heel leuk, ze hadden alles, hele grote stands, heel veel op voorraad. Dus ik heb hele leuke dingetjes kunnen scoren, die bij veel Sephora's in Frankrijk ook niet verkocht worden. Dus nu, waar ze waarschijnlijk op wachten, aangezien dit Disney vlog zijn, gaan we naar de... Disney Store. De Disney Store. Die zit hiernaast als het goed is. Een paar winkeltjes of zo. Volgens mij oversteken en dan zit hij daar. Ja. Dus daar gaan we nu lopen. Ik ga dan wel overschakelen weer naar mijn mobiel. Want daar zo vinden ze het niet leuk als je filmt. Dus ik ga stiekem een beetje voor jullie filmen als het kan. Ik ga mijn best doen in elk geval. Daar zo zit hij dan. Hij zit dus echt maar een heel klein stukje verder lopen. Kijk hoe tof alleen al van de buitenkant. Ze hebben helemaal Halloween thema zo te zien. Nou, hier zo zijn we dan bij de Disney Store. Ik heb heel erg mijn best gedaan om zoveel mogelijk voor jullie te filmen. En ze hebben hier dus heel veel dingetjes die je op de disneyshop.eu kan kopen. Maar ook in Disneyland Parijs. Dus dit is ook een goede tip. Als je nou niet naar Disneyland Parijs gaat, maar je gaat wel naar Parijs. Om hier even te kijken als je van Disney houdt. Dan gaan we natuurlijk ook even naar beneden kijken. Deze winkel is dus best wel flink, 2 verdiepingen. Wel moet ik zeggen, eigenlijk altijd dat we hier zijn geweest is het heel erg druk. Dus weet wel dat dat ja, de kans groter voor is. Maar ze hebben hier heel veel leuke dingen. Deze waren nieuw, Disney Munchlings. Die waren echt heel erg schattig. Luc is heel even de winkel in. Ik laat straks wel zien wat ik bij de Disney Store heb gekocht. Dat was super druk. Dat was allemaal een beetje moeilijk. Maar ik hoop dat jullie in elk geval een beetje een sneak peek hebben gehad. Als je hier zo in de buurt bent, zeker bekijken waar het als je van Disney houdt. En ik neem aan dat je van Disney houdt, anders kijk je waarschijnlijk deze vlog niet.
We zijn weer hier zo bij de trein naar beneden beland. En dan gaan we weer de trein nemen terug naar het B&B Hotel. Nou ja, eerst naar Disneyland natuurlijk en dan overstappen naar het B&B Hotel. Bus, dus ik hoop dat het een beetje rustig is, want we hebben nu ook tassen. Dus dat zou niet zo handig zijn. Maar we gaan dus nu terug naar het hotel toe. Inchecken. Ik heb heel erg tegenlicht, dus ik hoop dat jullie hem kunnen zien. Maar Luc is heel even de koffers pakken op dit moment. Het waait ook best wel. Maar we zijn weer terug beland, eindelijk. We zijn helemaal kapot. Maar we gaan nu inchecken. Luc is even de koffers pakken. En ik ben heel benieuwd naar de kamer. Nou, we zijn gearriveerd. Het is dus, ja, het is wel een grote kamer, zoals Luc al zei. Maar het is wel, zeg maar, minimalistisch. 2 eenpersoonsbedden. 1 tweepersoonsbed. Nachtlampjes. Zit daar geen stopcontact bij het tweepersoonsbed? Oh, aan die kant wel. Oké. Okay. Veun, kaptafel, situatietje. En dan moet dit de badkamer zijn. Oh, dan douchebad. Wc. Heel klein babybadje. Ja. Kan je wel zitten. Maar het ziet er wel netjes uit. Voor als je nagaat dat het... Net zo dan Santa Fe. Ja, ja, ben ik mee eens. Het is netter dan Santa Fe inderdaad. Nee, er is niks Disney aan. Dat is dan wel weer het voordeel aan Santa Fe. En daar betaal je dan ook weer voor. Want dan is het echt helemaal tot in de puntjes helemaal Cars thema. Dit is dat niet. Maar als jij naar Disneyland gaat, je bent toch eigenlijk de hele dag weg. Is het best een... Ja, we hebben natuurlijk nog niet geslapen. Dus ik heb geen idee hoe de bedden gaan zijn. We blijven hier dus dan ook maar 1 nachtje. En daarna gaan we naar Newport Bay. Dus voor 1 nachtje is dat helemaal prima. Het enige wat tot dusver was de bus. Dat was wel echt dramatisch. Maar die gaat dus blijkbaar naar alle partnerhotels. Dus vandaar dat die zo vol zit. Gelukkig was de B&B de eerste stop. Maar het is dus ook de laatste waar je in moet proppen wanneer je naar het park wilt. Maar voor uitstappen waren we wel snel eruit. Even liggen hoor. Oh, helemaal kapot. Nou, ik heb even gelegen en ik dacht, nou, ik ga even lekker douchen en badje, zeg maar, hier zo. Ik ben blij dat ik dat heb gedaan, want dan kan ik het gelijk tegen jullie vertellen. Mocht je interesse hebben in dit hotel voor jezelf om een keer te gaan. Het water was vreselijk. Hij ging alleen maar van heel koud naar heel heet. Weet je wel, een beetje hetzelfde idee als dat ik vroeger bij mijn pa thuis had. Dat als de ander, zeg maar, de wc doorspoelt, dat het in één keer heel koud wordt. Dat heb je volgens mij hier. Maar er zitten hier natuurlijk superveel mensen. Dus het enige wat het water deed was van ijskoud naar bloedheet. Dus dat ging niet helemaal chill. Daarna was ik ook nog zo klungelig dat ik tegen de kraan aan viel. Dus ik heb mijn kniepijn gedaan. Hier heb je een foto die ik naar mijn zus stuurde. Ja. Niet zo heel erg handig. Dit gedeelte was volkomen mijn eigen schuld. Dat is mijn onhandigheid. Maar qua de douche moet ik wel zeggen, dit is wel heel vervelend. Zeker Disney, omdat je veel aan het wandelen bent en pijnlijke voetjes krijgt en allemaal zulke dingen. Het is altijd heel erg fijn om aan het eind van de dag lekker even in het bad te gaan of te douchen. Maar dat is gewoon niet te doen hier. Uiteindelijk heb ik het babybadje laten vullen door op de muur te richten. Want het kon gewoon niet op mij houden. Dus het was eigenlijk best wel koud. Totdat ik het een beetje gevuld had en de temperatuur had ik nul controle over dus. Maar ja, morgenochtend gaan we hier alweer weg. Het is alleen nog slapen. De kamer zelf vind ik nog steeds dikke prima. Je hebt alles wat je nodig hebt. Dat is het allerbelangrijkste. We zijn dus net even lekker naar Sephora geweest, zoals je had kunnen zien. Was heel erg leuk. Ik ben heel goed geslaagd. Daar krijg je dus binnenkort ook een video over. Maar ik wilde wel heel even snel aan jullie laten zien wat ik bij de shop Disney heb gekocht. Want dit was er eentje die ik al heel erg lang wilde. En nu zag ik hem. En ik heb geen idee of ze misschien nu ook in Disneyland zelf hebben. Dan heb ik een beetje pech, want ik heb natuurlijk korting in Disneyland Parijs. Maar ik had zoiets, ja, straks hebben ze hem niet in het park. En dan baal ik ontzettend dat ik hem niet meegenomen. Want deze had ik al een hele tijd op het oog. Maar ik wist iedere keer niet waar mensen hem vandaan haalden. En toen laatst, een paar dagen geleden, toen stond hij ineens op shopdisney.eu, die website waar ik al een paar keer shopvlogs ook van heb gemaakt. Maar ik dacht, ja, we gaan binnenkort naar Disney, dus dat ga ik nu niet bestellen. Maar nu in één keer zag ik hem staan, zoals Luc volgens mij had gefilmd. Hier heb ik hem. Het is Red Hoe. Freaking cute is die. Hij is wel een beetje gepropt in de tas geweest. Maar hij is echt heel erg groot, super fluffy.
heel erg zacht. Hij heeft ook echt helemaal een starter aan. Geweldig. Zoals ik laatst ook in een video had gezegd. Als je Turning Red nog niet hebt gezien. Staat op Disney Plus. Mega aanrader. Ik snap niet. Ik hoorde echt helemaal niemand over. Maar ik vind die film zo leuk. Ik heb ook de hele tijd Fortown in mijn hoofd. Dus zo'n boyband die in de film zit. You're never gonna come by my. Die zit ik ook de hele tijd zingen. Maar ja, deze film is aanrader. Ik heb me zo erg mee vermaakt. Heel erg lopen lachen. Maar nu heb ik dus eindelijk de knuffel. Deze wilde ik al een hele tijd. Hij is wel duur, moet ik heel eerlijk zijn. Ik vind de prijs een beetje hoog. Hij is namelijk €50. Vond ik een beetje duur. Zeg ik heel eerlijk. Maar hij is natuurlijk ook wel aardig groot. Maar hij is dezelfde prijs als een Cuddly. Snuddy. Cuddlies? Volgens mij heet ze zo. Die slapen in de knuffels. Maar hij is dus ook wel best wel fix. Ik weet niet of dat overkomt. Maar het is, ik heb hem in elk geval gevonden. Daar ben ik heel erg blij mee. Want deze had ik al een tijd dat ik hem wilde hebben. En nu heb ik hem gevonden. Nu verder wat het plan is. We gaan nu lekker eten. En we zijn dat van plan te doen bij het Rainforest restaurant in Disney Village. Misschien nog even een paar winkeltjes in bij Disney Village. Nu we er toch zijn. En daarna gaan we gewoon weer lekker terug. Tijd naar bed. Want we zijn allebei helemaal gesloopt. Wat ook logisch is. Want Luke heeft natuurlijk heel lang gereden. En ik heb daarvoor eigenlijk helemaal niet geslapen. En in de auto een beetje. Maar allebei zeg maar zijn we klaar nu eigenlijk om naar bed te gaan. Maar we moeten nog eten. Dus ik ga jullie meenemen. We gaan naar Disney Village. Avondeten. Een beetje daar in de village ook nog voor jullie filmen. En dat is het plan. Dan ga ik jullie weer meenemen. Oh, wat ga je zo eten bij de Rainforest? Ik zit al heel erg aan spareribs te denken. Spareribs? Hebben ze die daar ook? Hebben die al wat ze op? Het is nieuws proberen. Ja. Hey, ik ga voor de hamburgers. Die vind ik daar wel echt heel lekker. We gaan goed eten daar, ja. Ik pak even andere lift, want ik denk dat deze beter is. Dichterbij, want ik denk dat wij helemaal wel om te lopen. Oké. Ruikt hier raar. Ja, maar hier krijg je dus een pizza menu. Dan heb je een pizza met een toetje en drinken. Voor maar 17,80. Maar we gaan naar Rainforest. Ja. We gaan dus even met de auto proberen. Hebben we nog nooit gedaan bij de parkeerplaats van Disneyland. Maar we hebben allebei even geen zin om in de sandwichbus te gaan zitten. En als het goed is, dan kan gratis toch met een abonnement. Als het goed zou, ik heb het een paar keer gegoogeld. En als het niet, ja dan wordt het een duur geintje. Maar als het goed is, zitten bij het abonnement in begrip. Ja. Dus maar tot... ja, het is natuurlijk, we hebben natuurlijk geen tickets voor vandaag voor het park. Dus ik weet niet of dat nodig is. Ik kon daar niks over vinden. Ja, anders kan je het toch ook vragen voor de... We gaan het zien. We gaan het ondervinden allemaal. We hebben trouwens vandaag echt heel erg mooi weer. Maar de kans is heel groot op regen. Morgen 100%. En de andere twee dagen verwachten ze ook heel veel regen. Dus dat is wel echt even een beetje balen. Dus waarschijnlijk krijgen we niet zo mooi weer de komende dagen. Wanneer we daadwerkelijk in Disneyland zijn. Terwijl vandaag was het wel echt heel mooi. Heel mooi. Ja. Nu is het wel een beetje bewolkt. Maar overdag was het lekker strookblauw eigenlijk. Maar we gaan dus nu proberen naar de parkeerplaats. Kijken of dat mogelijk is. Ik vergat het totaal even te filmen, want ik was benieuwd wat er zou gebeuren. Maar Luc hoeft alleen de jaarpas te laten zien en de foto en de datum. Geldigheid. De geldigheid, zeg maar, of die nog geldig is. En we konden gewoon doorrijden. Dus het is inderdaad zo, als je een abonnement hebt, dan kun je gewoon gratis parkeren. Dus dat is wel heel erg tof. En er stond in principe dat alle grote kruisenpark is vol. Ja. En er was nog één kassa open. Alleen voor de park. Zelfs dan, als het park vol is, kun je gewoon met je pas naar binnen. Ja. Nou, mooi. Weten we dat ook voor de volgende keer voor onszelf. Ja. En we staan geparkeerd bij Bambi 12. Dus ook toepasselijk voor Bambi. Ook al is ze hier niet. Zij is ook lekker op vakantie. Maar we gaan dus nu naar Disney Village lopen. Ze hebben hier de ingang, als je mijn vorige vlogs kijkt, hebben ze weggehaald. Was wel tijd, want het was echt niet mooi met de tassencontrole. Maar die rechts, waar we eerst altijd een beetje afsneden, zeg maar. Daar kan je nu gewoon alleen naar binnen. Dus we gaan daar naar binnen en dan gaan we door. Hier zo links, studio's. En daar hebben we Disney Village. We zaten erover na te denken omdat iedereen weggaat. We zitten zo van, zou de pas dan, de jaarpas gewoon werken? Dat we naar binnen kunnen? Want iedereen gaat nu weg. Het park is niet meer vol, zou je zeggen. Dat is sowieso het geval. Maar we vragen ons meer af of we dan binnen zouden kunnen komen, ja of nee. Maar in elk geval eerst eten, want ik ga echt kapot van de honger. Voor het geval je het nog niet door had. Waarschijnlijk heb ik al 30 keer gezegd, eten, eten. We
zitten nu echt onder de olifant. Maar die gaat op een gegeven moment bewegen. Dus we krijgen waarschijnlijk een jumpscare straks. We hebben nog nooit zo dicht bij de olifant gezeten. Maar ja, je ziet zijn oortjes ook al een beetje bewegen. Maar straks doet hij met onweer helemaal zo. In elk geval heerlijk eten hier. Echte aanrader. Zonder reservering. Dus hier kun je gewoon binnenlopen. Kijken of er plek is. Geen reservering. Wat wel heel fijn is. Stel je voor een dag had je niet kunnen reserveren voor een restaurant waar je graag heen wilde. Kun je hier een. En het eten is heel erg lekker. Vooral de hamburgers zijn mijn favoriet. Die zijn hier echt delicious. Welke neem jij? De Jungle Steak and Shrimp. Ze hadden geen sperrip. Dat was een tegenvaller. Maar het ziet er ook lekker uit. Zeker. Ja. Zeer heel luide muziek, dus schreeuw even bovenuit. Maar Rainforest was super lekker weer. Luc was ook heel blij met zijn keuze. En we gaan nu al even Disney Village en een paar winkeltjes bezoeken. Yes? Yes. Het leuke is dus dat Disney Village gewoon toegankelijk is, ook al ga je niet naar het park. Dus als je in Parijs bent, dan kan je ook gewoon een middagje shoppen in Disney Village doen. Als eerst gaan we samen even kijken in het 30 jaar bestaan winkeltje. Ik laat niet alles zien, want dan zou het natuurlijk een hele lange video worden. Maar binnenkort komt er een aparte shop met mij, waarin ik echt alles duidelijk laat zien met prijzen. Luc's favoriete winkel, de Lego winkel. Altijd wel even bekijken waar het voor Luc. Ja, die is wel echt heel groot. Met de oude versie van ze allemaal met de kindjes. Ja. Oh ja. Dan een van mijn persoonlijke favorieten is de Disney Fashion winkel. Hier hebben ze namelijk ook heel veel Loungefly. En Pandora kan je hier ook vinden. Dus dit is echt een heel leuk winkeltje altijd om even te kijken. En als laatste gingen we ook nog in de Disney Store. Deze is best wel groot en hebben ze gewoon heel erg veel, zeg maar een klein beetje van alles. Dus altijd heel leuk om ook te kijken. Hier zo hebben ze ook de bouw je eigen dingen zoals van Potato Head. Die had ik volgens mij niet gefilmd. Maar ook bouw je eigen lightsaber. Maar al deze dingen worden ook in deze winkel verkocht. Nou, we zitten weer in de auto. Ik ben heel goed geslaagd. En Luc trouwens ook. We gaan wel zo eventjes kijken naar wat Luc heeft gekocht. Dat gaat hij even aan ons laten zien. Maar de dingen die ik heb gekocht bewaar ik dus. Oh, ik zie er echt niet uit. Maar de dingen die ik heb gekocht, die krijgen jullie te zien in een Disneyland shop nog binnenkort. Je kan in elk geval de grote tas hier al zien. Ik heb maar 3 dingen gekocht, maar 1 daarvan is best wel groot en heel vet. Dus ja, het was succesvol. Heerlijk gegeten. En daarna lekker geshopt en helemaal al de Disney sfeer gekregen. Ik was zo moe, maar ik werd gelijk helemaal enthousiast. In de winkels. In de winkels en de sfeer. En we waren helemaal kapot nog steeds, maar ik kreeg wel die energieboost even van de leukigheid. Dus we gaan nu terug hotel. Gaat Luc nog even laten zien wat hij heeft geshopt. En ja, we gaan nu rijden. Het was ook wel trouwens heel chill, dit te parkeren, dat het toch wel even kon. Vooral omdat die shuttlebussen echt zo volgepropt. Ik denk dat als wij nu met de shuttlebus terug zouden gaan, dat het hele park loopt op dit moment leeg. Dat was echt niet grappig geweest, denk ik. Nou, Luc. Wat heb je gekocht? Ik heb Lego gekocht. Brickheads. Van Voldemort en Bellatrix. En nog een. Want ik had voor jou de Hagrid gekregen met Harry, Ron en die. Toen ging ik een beetje kijken en ze hadden deze brickheads kun je alleen, eigenlijk officieel alleen kopen op lego.com
en de Lego Store. Maar deze was keihard uitverkocht. En nu stond hij er, dus ik was meteen van, yuck, kom maar nou met me. Hoe duur was die? 25. Dat was wel redelijk aan de prijs van een brickhead, maar er zitten er ook wel 3 in. Ja, dat klopt. Die andere die ik jou had gegeven, die met de Hagrid was alleen zeg maar groot. En de andere die waren zoals dit formaat en die was even duur daardoor. Ook al heb je een figuur meer, waren die kleiner. Deze zijn... 2 best groot. Ik vind die Bellatrix qua de haar echt heel erg leuk gedaan. Ja. Nou jongens, ik ga alleen nog mijn make-up eraf halen en dan ga ik slapen. Ik ben helemaal kapot, maar het was heel erg leuk vandaag. Heel weinig geslapen, dus ik hoop dat ik vannacht een beetje beter slaap. Even over dit hotel, want daar ga ik het niet meer over hebben, omdat ze dus morgenochtend gelijk vertrekken. Dus morgen ga ik gewoon weer vloggen. Er komen nog 2 vlogs aan van daadwerkelijk de 3 dagen in Disneyland Parijs en het Newport Bay Hotel. Maar ja, morgenochtend vertrekken we dus gelijk. Dus ik ga dan weer beginnen met vloggen. Dus dit is de laatste keer dat we dit hotel zien. Ik moet zeggen, voor zeker als jij een nachtje of zo wil blijven en je bent op een budget, heel erg een aanrader. 2 nadelen vind ik wel echt de shuttlebussen hier. Want die gaan dus naar alle partnerhotellen of in elk geval meerdere. Waardoor die heel erg vol zit. Het is nu ook gewoon niet hoogseizoen of zo. Of een speciaal Halloween evenement gedeelte. Dat is allemaal nog niet begonnen. Dus moet je voorstellen hoe die bussen eruit zouden zien als jij in de schoolvakantie gaat. Of wanneer er... Kerst, Halloween, viering, iets is. Ik denk dat het dan echt een nachtmerrie is. En dat je heel vaak moet wachten tot je in een bus daadwerkelijk kan proppen. Want nu al zat hij gewoon echt helemaal vol. Dus dat vind ik wel een nadeel. Verder super fijn natuurlijk dat er wel gewoon bussen komen naar de partnerhotels. Dus als je niet met de auto gaat, je gaat met de trein en zo. Kan je alsnog gewoon heel erg fijn... vanaf je hotel bij het park komen. Het enige wat ik echt een nadeel vind is het douchen hier zo. Omdat op dit moment, ik voel me echt heel vies. Ook al heb ik vanmiddag een soort van gedoucht, geeft het niet het voldane gevoel. Omdat ja, je moet het allemaal heel snel doen. Omdat het gewoon heel erg koud of heel erg heet is de hele tijd. Dus dat is het enige wat ik zou zeggen, dat vind ik echt een nadeel. Maar voor het budget, we hebben hier dus ook gewoon een 2-persoonsbed en 2 losse bedden gekregen. Het is een grote kamer, het is netjes, het is schoon, wat ik heel belangrijk vind. Dus in dat opzicht, ja, als jij een nachtje blijft en je wilt naar Disney en je wilt niet naar een Disney hotel toe. In de zin van dat is buiten je budget en het maakt je niet zoveel uit of de hotels in Disney sferen zijn. Dan zou ik deze inderdaad aan je aanraden. Het is helemaal niet verkeerd voor het geld. Als je nou meerdere dagen zou gaan met 3 nachtjes of 2 nachtjes. Dan vind ik het wel serieus overwegen waard om misschien naar een Disney hotel te gaan. Want het enige wat ik natuurlijk nu wel merk, omdat ik het kan vergelijken met andere hotels en ervaringen. Is dat je verliest een beetje die Disney magie ofzo, als dat logisch klinkt. Het is heel leuk als je in een Newport Bay of ook zelfs een Santa Fe hotel. Dit hotel vind ik eigenlijk... mooier, schoner qua de kamer. Maar nou mooier niet, zeg maar. Het is gewoon heel schoon en ruim. Maar bij het Santa Fe bijvoorbeeld, echt alles is in sfeer. Je hebt een Cars, spiegel, pion, lampen, tot en met de zeepjes, de shampoos die je krijgt. Alles is in Cars. En bij Newport Bay is het allemaal Mickey. En je krijgt Pluto, Goofy, van alles nog wat krijg je ook. Ik vind dat persoonlijk wel heel erg leuk. Want dan heb je echt het idee, ook als je wakker wordt, weet je wel, van ik ben in Disney. En dus de voordelen van die hotels zijn dat de bussen veel rustiger zijn. Vooral bij Newport Bay. We hebben maar 1 keertje meegemaakt überhaupt dat we moesten staan in de bus. Voor de rest is er altijd een plekje geweest om lekker te kunnen zitten, wat fijn is. En daarnaast geen probleem met koud, warm water. Dat doet het allemaal gewoon. Het is gewoon een afweging die je voor jezelf moet maken. Maar het was absoluut niet verkeerd. Wij hadden dit dus een paar dagen geleden echt super last minute geboekt. Om een dagje extra een beetje Parijs, een beetje Disney Village te doen. Was super super leuk. En zeker een goede om te onthouden als we gewoon een keer 1 nachtje zouden willen gaan. Of zoals nu een keer iets bijboeken. Dan is het gewoon helemaal dikke prima. Dus ja, ik hoop dat jullie dat leuk vonden om te zien. Ik denk dat het ook goed is om een keertje zeg maar andere hotels te zien. Bij ons persoonlijk is de favoriet Newport Bay. En dat is goed te doen als je ver van tevoren boekt. Als je kort voor je vakantie gaat boeken, dan is Newport Bay best wel duur. Maar hoe eerder je zeg maar van tevoren boekt, hoe goedkoper de hotel sowieso zijn. Ja, dus morgen begint eigenlijk echt de dag Disney. Je gaat het hele park verkennen. Ik heb mijn hele outfit klaar. Ga ik jullie laten zien. Ik heb echt thema's voor alle 3 dagen. Ik weet het, super extra. Maar ik heb er heel erg veel zin in. Ik hoop in elk geval dat jullie deze vlog leuk vonden. Eentje extra dus. Oh, trouwens. Ik vind het leuk iedere keer met die Disney vlogs. Als je het tot hier hebt gered, laat hier zo in de reacties achter
Ik hou van Mickey wafels. Laat dat hier zo beneden in de reacties achter. Ik vind dat altijd super leuk als jullie dat doen. Want dan weet ik dat je het helemaal tot en met hier hebt gekeken. Super, super bedankt. Laat het dus hier beneden in de reacties achter. Ik ga mijn best doen zo snel mogelijk op zoveel mogelijk voor jullie te reageren natuurlijk. En ja, ik vind het altijd heel erg leuk om te zien, om te kijken wie echt de hele video heeft gezien. Dus laat dat vooral achter in de reacties. Dan hoop ik dat jullie het leuk vonden om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat vooral een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Dus maar één druk op die rode knop is helemaal gratis. En hopelijk zie ik jou weer in mijn volgende video. En nu ga ik heel snel slapen, want die rode wangetjes zijn van vermoeidheid.